Ik denk dat je kunt zeggen dat INA een club van hele hardwerkende mensen is. Iedereen is heel, met een hele hoge verantwoordelijkheidsbesef bezig met de rol, met de activiteit waar hij voor staat. Kenmerkend voor INA is denk ik toch de grote gemotiveerdheid van de medewerkers. Wat vooral leuk is, is ook dat je heel veel collega's hebt, steeds in beweging, steeds andere collega's. Het huidige INA is een heel dynamisch bedrijf, denk ik. Of heel druk. We zijn met een heleboel zaken bezig, heel veel nieuwe dingen. 3 dagen in de week vind ik het heerlijk om bij INA te werken. 2 dagen in de week niet. Maandagochtend is wel eens minder, maar goed, dat is het maandagochtendgevoel. Maar over het algemeen heb ik het goed naar mijn zin, ja. Ik vind de werksfeer heel leuk. Gezellige collega's. En ja, ik vind het werk ook heel leuk. Je ziet op het moment dat we van die sportactiviteiten doen of zo, dan denk ik bij mezelf van verdorie, dit zouden we eigenlijk veel meer moeten doen. Er worden nogal wat dingen buiten het zakelijke leven georganiseerd. Zweefvliegen, karten, gewoon feestavondjes. Met het zweefvliegen ben ik als eerste de lucht ingegaan. Dus ik denk van nou, als het niet betrouwbaar is, dan ga ik maar als eerste. Als ik durf, dan moet de rest ook durven. Een beetje onzeker zo in de lucht, maar ik heb nog een film bovenin en dat had ik niet moeten doen. Toen werd ik een beetje zeeziek, luchtziek. Karten was gevecht om de snelste auto en soms lukte het mij om de snelste auto eruit te halen. Niet helemaal eerlijk misschien, maar het lukte wel en dat maakte het rijden weer leuker. De feestcommissie heeft een traditie met het overschrijden van het budget. Als het kanoën op deze manier doorgaat, zullen wij weer een traditie doorbreken. INA is met een vernieuwingsproces bezig. We willen marktconforme dienstverlener worden op commerciële zakelijke basis. Ik denk dat bij die vernieuwing een nieuwe naam, een nieuw imago, een nieuwe uitstraling hoort. En daar kijk ik er naar uit. We zijn er aan toe volgens mij. Enerzijds zal dat leiden tot een andere, betere herkenbaarheid vanuit de klanten voor INA als onderdeel van de onderneming en als leverancier. En het moet ook leiden tot een betere herkenbaarheid van de nieuwe INA-organisatie als organisatie voor haar medewerkers. INA op zich is eigenlijk een naam wat eigenlijk weinig zegt. Het werd ook vaak als INA afgekort. Dus het is eigenlijk een weinigzeggende naam. Dus dat er een nieuwe naam komt is wat dat betreft een goede zaak. De oude naam van INA is veel te onduidelijk en veel te lang. Het saaie INA, het bureaucratische, dat moet er zo langzamerhand een beetje vanaf. Ik verwacht dat het iets wordt als Smit. Daar zit CM in, Campina Melk Unie, daar zit IT in, informatietechnologie. Niet langer dan 2 lettergrepen of zo, maar ik heb totaal geen idee, echt niet. Ik zou me wel gevleid voelen als het Breedijk Automatisering zou gaan heten of zo. Dat zou ik wel leuk vinden. Ik denk dat de nieuwe naam van INA Commit wordt. Er zal wel iets herkenbaars van de zuivel in zitten. Ja, dat weet ik en dat mag ik niet zeggen. Ik heb gehoord dat het iets met 6 letters zou zijn. Het begon met een C, geloof ik, maar ik weet het niet. De nieuwe naam van INA die staat op bladzijde 42 van het Oracle Manual. Ik denk het, ik weet het. Exclaim Information Systems. Voor de rest heb ik Astrid beloofd dat ik dat aan niemand vertel, dus ook niet aan jou.
verwacht in eerste instantie niet echt veel veranderingen. Behalve misschien dat we naar de buitenwereld toe wat flitsender over zullen komen door een flitsendere naam. Nou, binnen het bedrijf zelf verwacht ik geen schokkende veranderingen voor de medewerkers zelf. Alleen wellicht naar buiten toe een naam die bijdraagt in een professionelere uitstraling. Ik verwacht met de nieuwe naam van INA een verandering van onze huisstijl, van ons uiterlijk, maar geen verandering in ons handelen. Nou, een nieuwe naam van INA betekent in ieder geval een nieuw gezicht binnen Campina Melkenie. Een nieuw gezicht, een eigen identiteit met eigen huisstijl, eigen briefpapier. Ik verwacht wat meer dat we met eigen, ja, als je een brief wegstuurt, dat je meer het gevoel hebt van hé, dat is ons bedrijf, ons clubje, dat er meer uitstraling van komt. Beste collega's, wat de naam ook zal worden, eigenlijk is het niet belangrijk. Ik hoop gewoon dat we met z'n allen gewoon op een goede manier samen blijven werken en dan komt het allemaal best in orde. De nieuwe naam is voor ons een stap naar de toekomst, een hele ambitieuze stap naar de toekomst, een hele ambitieuze toekomst. En ik heb de stellige overtuiging dat we daar een succes van kunnen maken. Beste collega's. Ik hoop dat ook met de nieuwe naam, of met name met de nieuwe naam, jullie allemaal mee zullen doen aan alle activiteiten die we met z'n allen gaan doen. Ik hoop dat jullie met de nieuwe naam van INA samen met ons op naar 2000 gaan. Datgene waar jullie allemaal zo benieuwd naar zijn geweest, staat bij minstens 7 mensen in de kast. En ik snap niet dat we niet met z'n allen al eerder hadden kunnen ontdekken wat die nieuwe naam van INA geworden is.